Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een oogschaduwpaletten uittesten. Namelijk het Floral Romance Eyeshadow Palette van Max & More. Max & More is een merk wat verkocht wordt bij de Action. En de laatste tijd brengen ze echt super veel oogschaduwpaletten uit. Er komen steeds nieuwe bij en ik ben elke keer weer benieuwd naar zo'n paletten. Dus ik ga in deze video dit paletten uittesten en ik laat je weten wat ik van dit paletten vind en of het geld waard is. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, over het paletten zelf. Het paletten is gemaakt van stevig karton. En hij zit heel goed dichtgezield. Ik heb de sealing al wel verbroken, maar er zit hier aan de achterkant een stippellijntje. Die kun je openscheuren. En dan is het paletten dus gewoon eigenlijk best wel goed beschermd. Eventjes een tip wat ik wil meegeven. Je kunt het paletten even goed ondanks de sealing gewoon openmaken. Dus je kunt hem gewoon eventjes, je kunt gewoon even het deksel optillen. Dus je kunt in de winkel altijd eventjes kijken of alle kleuren intact zijn. Het kan namelijk natuurlijk gebeuren als zo'n paletten vervoerd wordt. Dat een oogschaduw breekt. Want oogschaduw is natuurlijk vooral poeder heel erg broos. Dus check dat altijd even. Want dat zou zo jammer zijn als je thuis komt en je hebt een gebroken oogschaduw erin zitten. Nou kun je dat zelf ook wel weer repareren. Maar het is gewoon wat meer gedoe. Dus dat is eigenlijk een tip die ik mee wil geven. Het paletten is gemaakt van een heel stevig kartonsoort. En ik vind de buitenkant er al heel erg mooi uitzien. Karton, dat is gewoon eigenlijk iets waar ze bij Max & More voornamelijk voor kiezen. Maar ik zie ook steeds meer andere merken die hiervoor gaan kiezen. Op de achterkant zie je ook al de kleuren met de namen staan. Het paletten is ook gewoon vegan. En dit paletten kost letterlijk nog geen 5 euro. En dat vind ik het leuke. Deze paletten worden eigenlijk heel goedkoop aangeboden. Ik vraag me soms af, hoe kan het? Want ik heb er al een aantal getest en die vond ik echt heel erg mooi. Dus ik ben daar altijd wel een beetje verbaasd over. Zoals ik al zei, de buitenkant ziet er heel mooi uit. Hij sluit door middel van een magneet. En als je hem dan openmaakt, heb je een spiegel. Hier zit altijd nog een dingetje overheen. Niet te veel in beeld. Een beschermlaagje. Die kun je er gewoon afhalen. Dan zijn dit de kleuren. Onder de oogschaduwkleuren staan ook de namen. En je ziet ook eigenlijk dat het patroon van de buitenkant heel mooi binnenloopt, doorloopt naar de binnenkant. En dat vind ik zelf heel erg mooi. Ik ga eventjes een paar kleuren swatchen voor jullie. Zodat we gelijk al een beetje kunnen zien of de kleuren er een beetje goed uitkomen. Er zitten matte kleuren in en ook shimmer kleuren. Nou ga ik even de kleur Floral opnemen. Ik ga voor de kleur Joy. Ik pak de kleur Memories. En ik pak de kleur Wise. Die heb ik nu even op mijn vinger. Die ga ik nu even swatchen op mijn hand. Dan zie je dat dit de pigmentatie is en die valt niet tegen. Ik zie alleen dat de hele lichte kleur, die heeft er iets meer moeite mee. Maar over het algemeen vind ik de swatches er wel goed uitzien. Laten we gewoon maar eens eventjes een ooglook gaan maken met dit paletten. En zien of de kleuren op de ogen er net zo mooi uitkomen als met het swatchje. Zo, even een haarband in mijn haar, want zo zit alles lekker uit het gezicht. Ik heb de rest van mijn make-up overigens ook al gedaan. Dus de basis zit er al op. Ik heb ook mijn ogen al geprimed. En deze haarband komt overigens ook bij de Action vandaan. Ik ga jullie wat inzoomen en dan gaan we gewoon eens even kijken wat voor look we kunnen maken met het paletten. Ik heb zin in een beetje een paarse ooglook. Dus ik ga eventjes een crushje erbij pakken. En ik ga beginnen met de kleur Romance. En dat is dit kleurtje. En die ga ik aanbrengen op bovenste gedeelte van mijn oog. Ik ga gewoon een spiegeltje gebruiken die in het paletten zit. Dus als je me een beetje naar beneden ziet kijken, kijk ik dus in het spiegeltje. Ik ga gewoon een beetje opnemen. Ik tik hem een beetje af, want het is vaak wel een beetje poederig. Het is gewoon eigenlijk standaard iets wat ik doe. En dan ga ik deze gewoon aanbrengen best wel hoog op het ooglid. Het is een beetje een shimer kleur.
Ik vind dat wel mooi een beetje als basis. Ik heb mijn ogen al gepruimd met een oogschaduwprimer. En dan komen de kleuren vaak net iets mooier tot uiting. Meestal doe ik een laagje of 4. Het ligt echt een beetje aan de pigmentatie. Maar ik zie deze al wel heel mooi terugkomen. Dus dat vind ik heel erg fijn. En omdat ik het toch met alles ga blenden, is het niet zo heel erg als het wat hoger komt. Omdat je alles toch weer heel erg mooi met elkaar gaat laten overlopen. Ik vind deze kleur er al wel heel erg mooi uitzien. Dus dat valt niet tegen, moet ik zeggen. In een oogschaduwlook gebruik ik altijd meerdere kleuren. En mocht je al meer video's van mij hebben gezien, weet je dat waarschijnlijk wel. Maar dit kun je gewoon net doen hoe jij het wilt natuurlijk. Maar ik vind deze kleur al wel heel erg mooi eruit zien. Dus die valt zeker niet tegen. Dan pak ik even een ander kwastje. Ga ik door met een plat kwastje. En dan ga ik in de kleur Rise. En dat is dit kleurtje. En deze ga ik in de arcadeboog aanbrengen. Dus eigenlijk een beetje net op het gedeelte waar je oog zich een beetje fijn knijpt. We tikken weer even af. Ik weet niet of jullie zien of er heel veel gebeurt. Ik zie het zelf wel. Dus ik weet nog niet of jullie de diepte al zien. Maar ik ga natuurlijk gewoon nog wat meer laagjes aanbrengen. Dat lijkt me logisch. Ik vind hem wel heel mooi. Hij is net weer wat donkerder, zeg maar. En dat vind ik dan mooi met de overloop die je krijgt met de twee kleuren. Alleen het ziet er dan nu nog zo lelijk uit. Omdat je zeg maar echt... die overloop nog niet mooi hebt. Maar ik moet zeggen dat ik deze kleur ook wel heel erg mooi vind. Ik vind dit in de arcadeboog vind ik het altijd fijn om een beetje een puntig kwastje te gebruiken. Maar dat kun je net doen hoe jij het wil natuurlijk. Maar de kleur komt eigenlijk al best wel mooi tot zijn recht, moet ik zeggen. Nou, met een blendingskwastje ga ik deze kleuren nu even goed met elkaar blenden, zodat dat er ook mooi uitziet. Ik doe dit altijd een beetje met ronddraaiende bewegingen. Ik druk nooit zo heel hard, maar ik ga gewoon een flink aantal keer overheen, totdat ik zelf denk van nou, ik vind het mooi geblend. Maar dit is net wat jij zelf ook mooi vindt. Dat vind ik altijd heel persoonlijk. Ik zie zelf ook vaak heel veel make-up video's. En dan zijn er ook heel veel mensen die gewoon een blendingsbrush gebruiken. Bijvoorbeeld om al de oogschaduw mee aan te brengen. Ik vind dat zelf niet zo heel handig. Maar dit is gewoon echt een hele persoonlijke kwestie van smaak, vind ik. Ik vind dat het heel makkelijk blendt, want ik hoef er helemaal niet zo vaak overheen te gaan als bij sommige paletten. En dan vind ik eigenlijk dat de kleur al heel mooi met elkaar overloopt. En dan vind ik hem eigenlijk al hartstikke mooi. Dan ga ik weer met een ander kwastje. Ga ik in een vrij donkere kleur. En dat is de kleur Wise. Dat is deze kleur. Die ga ik in de Outer V aanbrengen. En meestal doe ik dit een beetje stippelend. Omdat sommige kleuren zijn best wel intens. Dus ik stip hem er eigenlijk gewoon een beetje op. En al ziet het er eerst niet zo heel mooi uit, ook deze kleur ga je uiteindelijk weer inblenden. Ik heb een beetje gekozen voor een paarsige ooglook, want ik vind het mooi om kleuren bij elkaar te mengen. Maar met de kleuren die in dit paletten zitten, kun je eigenlijk best wel veel kanten op. Je kunt voor groen gaan, maar je kunt ook voor roze gaan. Het is echt net wat jij zelf mooi vindt en waar je die dag natuurlijk zin in hebt.
Nou, ook deze ziet er echt heel erg mooi uit. Hij ziet er nu natuurlijk vrij donker uit en misschien nog een beetje vlekkerig. Maar dat gaan we zo meteen allemaal wegwerken met blenden natuurlijk. Zoals je ziet, veeg ik niet echt. Ik stippel het erop. Het is net alsof ik aan het stempelen ben met oogschaduw eigenlijk. Wauw, ik vind hem echt wel heel erg mooi. Ja, laat het kwastje gewoon vallen. Dan gaan we deze kleuren natuurlijk ook even met elkaar blenden. Mocht je nou een kleur hebben die tijdens het blenden heel erg vervaagt, kun je hem natuurlijk altijd weer even opnieuw aanbrengen. Dat is gewoon even een kwestie van kijken van hoe vind je hem mooi. De donkere kleur is iets moeilijker te blenden, maar ik wil eigenlijk gewoon de harde lijnen wat meer weg hebben. Nou heb ik die al niet zo heel erg omdat ik het meer gestippeld heb aangebracht. Maar ja, ik blend het natuurlijk wel wat gladder, zodat het een mooie overloop heeft met de andere kleuren. Maar ik zie dat deze niet heel veel blending nodig heeft. Op zich ook wel verfrissend, vind ik dat. En dan vind ik hem eigenlijk alweer hartstikke mooi. Nou, om de look af te maken, ga ik in de kleur Elegance. En dat is deze. En die ga ik aanbrengen op de rest van het bewegende ooglid. Het is een beetje een shimmer kleur. En die breng ik dus eigenlijk hier aan op het gedeelte waar eigenlijk nog een beetje leeg is. Je kunt hem een beetje door laten lopen naar de bovenkant. Maar eigenlijk bij blenden doe ik dan niks meer. Omdat voor mij blenden vooral belangrijk is in de bovenkant van mijn oog en de zijkant. Maar dit kun je gewoon even net doen zoals je zelf wil. Je zou ook een cut crease kunnen maken. Maar dat is best wel een... Het is heel erg mooi, maar het is ook best wel een lastig proces. Omdat dit een shimmer kleur is, zou je deze ook een beetje kunnen stippelen erop. Dat is helemaal geen probleem. Dan vind ik hem eigenlijk al hartstikke mooi, hoe die er nu uitziet. Nou ga ik in de kleur Sensation en dat is deze kleur. En eigenlijk mis ik echt een beetje een licht highlight kleurtje. Maar ik ga dus deze aanbrengen in de binnenste ooghoek en ook op het wenkbrauwbot. En ik gebruik hiervoor ook weer een wat kleiner kwastje. Ik trek altijd een beetje mijn oogleden zo omhoog, zodat ik hem dan een beetje kan aanbrengen. En de ene doet hem over het gehele wenkbrauwbot, de andere doet het alleen bij de uiteinden. Het is net wat je mooi vindt. Deze kleur is best wel intens, dus ik vind dat deze bij twee laagjes ook echt al wel genoeg heeft. Maar dan kun je het net nog weer wat sprekender maken, vind ik zelf. En dan zit de look er verder op. Ik ga hem nu eventjes afmaken met wat mascara, eyeliner en een oogpotloodje. En dan komen we jullie terug om het resultaat in zijn geheel te laten zien. En vertel ik je wat ik dus eigenlijk van het palet vind. Nou, jullie hebben inmiddels kunnen zien hoe de ooglook eruit ziet. Ik heb mezelf even verder klaargemaakt door mijn haar te doen en even wat op mijn lippen te smeren. Maar ja, wat vind ik nou van het oogschaduwpalet? Ik ben eigenlijk voor een eerste indruk best wel heel erg tevreden. De pigmentatie ziet er goed uit. Ik vind het heel erg leuk dat ze voor shimmer en matte kleuren hebben gekozen. En
Ja, het blendt eigenlijk heel erg fijn met elkaar in. Dus dat vind ik echt super fijn. Ik ga dit palet zeker nog wat vaker testen door meer ooglooks te maken. Ja, ik heb nu een beetje gekozen voor een paarse ooglook. En ik vind het dan mooi om kleuren te pakken die bij elkaar matchen. Maar dit is natuurlijk heel persoonlijk voor iedereen. Dus ja, ik ben eigenlijk heel erg tevreden ook weer over dit palet van de Action. En ja, ik heb echt zin om hier veel meer ooglooks mee te gaan maken nog. Hoe ziet het palet eruit? Op zich nog best wel mooi. Je ziet wel bijvoorbeeld hier waar ik hem heb gebruikt, zie je dat hij wat meer indeukt. Maar dat kan ook wel kloppen, want de shine kleuren hebben daar wat meer last van. De fallout valt me eigenlijk ook heel erg mee. Ja, ik heb hem dan wel wat afgetikt tegen overtollig poeder. Dat is nooit verkeerd. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon heel tevreden met het palet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie vinden van de ooglook die ik met het palet heb gemaakt. En of je denkt van nou, ik zou het palet ook wel willen hebben. Of misschien heb je hem al. Dan ben ik ook wel heel benieuwd of hij jou ook zo goed bevalt als dat hij mij nu is bevallen. Hij is dus te koop bij de Action voor nou, nog geen 5 euro. Hij kost 4 nog wat. Maar ja, ik denk zeker ook als je ja, gewoon niet zoveel geld wilt uitgeven aan een oogschaduwpalette. En toch een heel erg mooi oogschaduwpalette wil hebben met meerdere kleuren. Dat dit zeker ook een heel geschikt oogschaduwpalette is. Ik hoop in ieder geval dat jullie het weer leuk vonden om te zien hoe ik een ooglook heb gemaakt met het palette. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op de rode button op mijn kanaal zelf te klikken. Of op het rondje met mijn gezicht aan het einde van deze video. Op mijn kanaal zelf staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video van mij online is verschenen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!